buscar. Ojalá, ojalá que ya hayan regresado una vez que ven que está anocheciendo y tal vez se hayan dirigido a alguna playa, o sea, la búsqueda tiene que ampliarse más. Deze kritiek uit een lokale gids die de politie helpt bij de zoektocht naar de Nederlandse Lisanne en Chris vanmiddag. En de politie van Panama maakte vanmiddag ook bekend in een persconferentie dat er sowieso tot zondag wordt gezocht naar de twee meisjes, maar dat de zoektocht niet verder wordt uitgebreid. In de studio bij met misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ja, Peter, geen nieuwe feiten dus. Tot zondag wordt er gezocht. Die meisjes zijn al 10 dagen zoek. Wat zegt die mededeling jou, dat ze tot zondag worden gezocht? Nou, ik vind dat eerlijk gezegd een beetje zuinig klinken. Je zou verwachten dat ze zeggen, voorlopig blijven we zoeken zolang we geen spoor van deze meisjes vinden. Ik weet uit ervaring en ook uit andere zaken dat het buitengewoon moeilijk zoeken is in dit soort gebieden. Ik ken zaken waarbij men wekenlang heeft gezocht, niets heeft gevonden, om vervolgens een half jaar later uiteindelijk toch de stoffelijke overschotten aan te treffen. En dat is dan dus fataal afgelopen. Juist, precies. Die zorgt toch, die kritiek die nu komt, die zou ook moeten uitbreiden? Nou ja, ik ben wel geneigd dat een beetje te onderschrijven. Er zijn twee meisjes verdwenen, er is geen spoor van. Alles wijst er ook op dat ze niet vrijwillig zijn verdwenen of misschien ergens anders naartoe zijn gegaan. Al hun spullen zijn er nog. Nou ja, dan moet je alle middelen inzetten, speurhonden, noem maar op. Laten we even gaan kijken naar de gebeurtenissen tot nu toe op een rij. Kom ik zo terug, Peter. 1 april. Voor zover we nu weten zijn Chris en Lisanne pas om 3 uur 's middags het pianistapad opgegaan. Ze zijn daar ook door getuigen herkend. Bueno, la chica subió como esta hora. Die avond komen de twee niet bij hun gastgezin. Kleren die nodig zouden zijn voor een lange wandeltocht blijken nog gewoon op hun kamer te liggen. Niets wijst erop dat ze van plan waren lang weg te blijven. Pas de volgende ochtend slaat een gids die ze voor een bergwandeling mee zou nemen alarm. No las encontré y ya al darnos cuenta que no habían dormido en su casa donde habitualmente estaban con la familia. Al día siguiente ya cuando se cumplían las horas que estipula la ley para poner denuncia fuimos. 3 april zoekt de familie van Chris en Lisanne de publiciteit. Er wordt een speciale Facebookpagina aangemaakt. En er is iets gebeurd wat niet goed is. En of het dan een verdwaald is of een ongeluk of weet ik veel. In het Panamese Boket wordt de zoekactie steeds uitgebreider. Maar de politie heeft nog geen enkel spoor. La temperatura es muy baja en horas de la noche, por lo que tenemos más preocupación, pues ya que estas ciudadanas no llevaban la vestimenta adecuada. Ik ben heel tevreden en wij zijn ook heel tevreden over de samenwerking met de Panamezen. Ze zijn er vanaf het begin af aan met heel veel mensen ingevlogen. De vader en moeder van Chris zijn inmiddels in Panama. Iedereen die eigenlijk hier in Boket en heel Panama mee bezig is. Dat voelt heel goed en ik ben ervan overtuigd dat alles uit de kast wordt gehaald. Ruim een week na de vermissing worden er voor het eerst speurhonden ingezet. Pero bueno, lamentablemente se ha cerrado el tiempo y eso dificulta. En gisteren en vandaag wordt er tevergeefs verder gezocht met hulp van indianen die het gebied kennen. Aquí no se suspendió la búsqueda de las chicas y nos duele enormemente. Ja, terug naar misdaadverslaggever Peter de Vries. Ja, Peter, je zei het al, het wordt een beetje zuinigjes aangevlogen, tot zondag dus gezocht. Wat is jouw indruk van de aanpak van de autoriteiten in Panama? Die kennen het gebied, ze gebruiken locals, doen ze het goed? Nou ja, het is, wat ik net al zei, heel moeilijk zoeken. En de gids heeft ook gezegd, het is makkelijk om in dit gebied te verdwalen. En je moet er bijvoorbeeld ook rekening mee houden. Stel dat er inderdaad sprake is dat die meisjes verdwaald zijn. Het is daar 's nachts heel koud. Dan zou het kunnen zijn dat ze beschutting hebben gezocht in een grot of in een spleet of waar dan ook, tegen de wind, tegen de kou. Ja. En als je dan bevangen raakt door de kou die nacht, ja, dan zit je daar als het ware verstopt en kan je heel moeilijk worden teruggevonden. En dat compliceert het zoeken. Moeten we niet ook rekening houden met het ergste, met het misdrijf? Ja, een misdrijf zou zeker kunnen. Het blijft een beetje speculeren. Zelf ben ik geneigd om te zeggen van, nou ja, ze waren met z'n tweeën. Iemand alleen kan uitglijden, een ravijn in en noem maar op. En dan is dat moeilijk terug te vinden. Maar dat ze dat alle twee overkomt is wat minder waarschijnlijk. Ja. Dan is er meestal wel eentje die hulp kan roepen. Die een ander spoor kan volgen. En dat is hier kennelijk niet het geval. En dan moet je rekening gaan houden met het feit dat een derde daar de hand in heeft gehad. En er misschien sprake is van een misdrijf. Precies. Even naar die zoektocht nog zelf. Denk je dat er overleg plaatsvindt tussen de
Panamese justitie en politie en de Nederlandse? Nou, als dat gebeurt, zal dat minimaal zijn en een beetje formeel. Kijk, op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van een drugsbende, dan zullen ze altijd met Nederland contact opnemen en zeggen over wat voor soort mensen hebben we het. Hebben jullie sporen of een dossier of onderzoek gedaan? Dit zijn volkomen onschuldige meisjes en die zijn daar verdwaald. Het is daar allemaal gebeurd. Nederlandse politie kan echt niks doen in mijn optiek. De politie zegt wel, we hebben wel speurhonden, mensen, speciale troepen daarvoor beschikbaar. Wanneer kunnen wij die als Nederland sturen? Gebeurt dat vaker? Oh ja, wanneer gebeurt dat? Dat zou je het liefst natuurlijk gisteren hebben gedaan. Ja. Elke minuut telt bijna. Ja. En aan de andere kant moet je er ook wel van uitgaan dat men daar wel iets gewend is en er vaker mensen verdwijnen die gezocht worden. Dus ze moeten dat kunnen. Ja, dankjewel, Peter de Vries. Ik ben daar nooit geweest. Ben jij er geweest? Nee. Maar jij wel? Ja, er is gezegd door iedereen van, ja, je kunt bijna niet verdwalen. Nou goed, dat hebben we zelf ook ervaren. Aan de noordkant, van de zuidkant, aan de kant van het stadje, is dat ook bijna niet mogelijk. Het is één pad, recht toe, recht aan, alleen maar omhoog. Het pad is wel zwaar, want je maakt wel aardig wat meters, ook in hoogte. En ja goed, het loopt ook, als je buiten het pad komt, loopt het redelijk staal naar beneden. Je hebt ook gewoon afgronden waar eventueel dingen zouden kunnen gebeuren. Ja. Zoals ik al zei, aan de zuidkant is het pad goed te doen. Op het moment dat je boven komt en je gaat aan de noordkant naar beneden, dan wordt het pad compleet anders. En wat is jouw meest aannemelijke gedachte wat er gebeurd is dan? Nou ja, wat onze conclusie een beetje aan het verhaal is, dat hier zie je een foto van het pad aan de andere kant. Het is één grote blubberbende. De muren komen omhoog. Ik heb echt moeite gehad om daar te lopen. Zoals je hier al ziet, soms kon ik niet eens gewoon normaal lopen. Moest ik mezelf echt een kwartslag draaien om er tussendoor te komen. Dat pad hebben ze ongeveer nog een uur gelopen. Ja, dan ben je dus om 2:30 ben je waar de laatste foto is genomen en dan weet je dat je nog minstens 4 uur terug moet lopen, dezelfde route, voordat je weer terug bent in het stadje. En dan moet ze dus weer door ditzelfde pad terug. En ja, ik ken mijn zusje een beetje, dit heeft ze niet fijn gevonden. Dus ja, dan komt op een gegeven moment een punt van, ja, wat gaan we doen? Gaan we om 2:30 of we keren om, waarvan we zeker weten dat 4 uur lopen is, of we lopen verder in de hoop dat we iets tegenkomen. Ja, ik vind dat je dus niet kan zeggen, dat is misschien wel de meest elementaire fout die ze in mijn ogen hebben gemaakt in de benadering. Nou, de media, de mensen die zich daarover hebben uitgelaten, van je kan daar niet verdwalen. Maar dat is iets wat je, dan ga je vanuit een bepaalde logica redeneren die nou juist in dit soort situaties niet van toepassing is. Ik heb zelf bergen geklommen en ik weet ook een klein beetje wat het doet als je bijvoorbeeld een tekort aan water of voedsel hebt, hoe snel je verzwakt. Wat er bijvoorbeeld kan gebeuren met je gemoedstoestand als je een enkel verstuikt en denkt van hoe kom ik eerder weer naar beneden. He, dan kan je wel zeggen van ja, maar de weg is heel logisch en het is bijna niet mogelijk om te verdwalen. Mm-hmm. Maar op het moment dat je eerder naar huis wil of er maakt zich een bepaalde paniek van je meester, dan ga je kijken hoe je kan afsnijden en dan wijk je van het pad af. En zo zijn er dus allerlei scenario's mogelijk waar in mijn optiek veel te weinig rekening mee is gehouden. Dat is het scenario wat jullie ook. Dat is een van de conclusies die wij hebben. Om 4:50, diezelfde middag, is de eerste keer geprobeerd om een noodnummer te bellen met de telefoon. Nou, er zit 1,5 uur tussen. Ik vind het inderdaad heel plausibel dat daar dan iets gebeurd is. Misschien dat een van die meiden geval is, of dat er iets gebeurd is. Of dat ze in ieder geval wisten van, hé, wij komen niet meer voor het donker het bos uit. Als we nu niet iets gaan doen, dan moeten we hier de nacht spenderen. Ja, dat is wat zij in jouw verhaal dan dus ook vermoedelijk gedaan hebben. Zij zijn daar de nacht doorgekomen. Daar waren ze niet echt op gekleed. Ik geloof niet dat ze veel spullen bij zich hadden. Dan heb je een korte broek. Ja, geen eten en een flesje water. Geen eten, weinig water. Geen beschermende kleding. Nee. Het is de dag daarna geloof ik behoorlijk gaan regenen ook in het gebied. Ja. Dan verkleum je ook nog een beetje meer. Nog niet een klein beetje. Ja, je regent gewoon helemaal zeiknat en dan word je niet meer warm. Verzwakt ontzettend. Ja. Wat is er in het verhaal zoals jij dat met aanvulling eventueel van Peter, wat is er, denk jij,
op dag 2, 3, 4 of 5 gebeurt? Nou ja, dat zullen we nooit te weten komen. Dat blijft altijd een vraag. Weet je. Is een van die meiden toch een ravijn ingevallen? Is daar iets gebeurd? Hebben ze ruzie gekregen van wat gaan we doen? Zijn ze allebei een andere kant op gegaan? Het zijn allemaal dingen waar je gewoon geen antwoord op krijgt. Ja. Maar goed. Er zijn al een paar dingen die... Je vraagt je dus af, zijn ze wel of niet verdwaald? Nou, laten we er even van uitgaan, vanuit jouw verhaal. En wat Peter ook zegt, vermoedelijk, omdat er iets gebeurd is, een verstuikte enkel of iets anders. Misschien kunnen we afsnijden, misschien kunnen we als we naar links gaan het net iets sneller doen. Op een gegeven moment ben je verdwaald. Er is ingelogd op die telefoon, wel een aantal keren, hè? Ja. Hoe vaak is het noodnummer gebeld? Een stuk of 15, 20 keer, zo even uit mijn hoofd. Ja. Zijn er sms'jes of andere berichten gevonden op die telefoon die enige richting uitwijzen? Nee. Geen enkele vorm van berichten. Het is echt, de telefoon is aangegaan. Ze hebben de eerste ongeveer 6 dagen toch al 3 keer per dag die telefoon systematisch aan en uitgezet. En dat suggereert dan ook weer van, ze hebben slim omgegaan met de toestand van die batterij. Ja. Want het was een iPhone. Ja, iedereen weet hoe snel die dingen leeg zijn. Ja. Aanzetten, bellen, geen bereik, uitzetten, wachten tot een beter moment. Dat is ook natuurlijk het punt, omdat je geen bereik hebt. Ja. Dus zijn er ook geen sms'en aangemaakt. Nee. Nou ja, je weet zelf, je begint ook soms met het tikken van een sms. En dan zou die nog in de telefoon staan zonder dat die verstuurd is. Ja, maar op het moment dat je al ziet dat je helemaal geen ontvangst hebt, dan begin je daar denk ik ook niet aan. Maar het feit dat er gedurende een langere periode op verschillende momenten is ingelogd en het noodnummer is gedraaid, is voor mij wel een klein beetje een indicatie dat de kans dat ze slachtoffer zijn geworden van een misdrijf kleiner is. He, want je kan je niet goed voorstellen dat als die twee meiden in de macht van iemand waren geweest die ze hadden ontvoerd of gevangen hielden, dat ze dan gedurende een reeks van dagen in de positie zouden zijn dat om ze een telefoon te gebruiken. Ja. Dan is op het laatste moment is ook zo dat die telefoon niet meer openging. Althans, dat de inlogcode niet meer juist werd ingetoetst of zo. Daardoor ontstond er ook een soort gedachte bij anderen. Ja. Misschien heeft iemand anders geprobeerd met die telefoon aan de slag te gaan. Goed. Iedereen die een mobiele telefoon heeft en een schermslot heeft. Nou, ik vraag jullie hoe vaak per dag het wel eens een keer fout gaat. Dat je per ongeluk het verkeerde nummer intoetst of weet ik wat. En er moest zowel een schermslot als een pincode ingetoetst worden. Die eerste periode zijn die allebei achter elkaar goed ingevoerd. En later niet. En daarna ook, en inderdaad wat Peter zegt, op het moment dat je 6 dagen zonder eten hebt gezeten. Je raakt gedesoriënteerd. Je weet niet meer waar je mee bezig bent. En dan zie je ze echt letterlijk en figuurlijk vliegen. Ja. Dan kan ik me heel goed voorstellen. Dat je dat ook even kwijt dat bent. Je niet meer in staat bent om op de juiste manier die pincode in te voeren. Nog even naar het. Sorry dat ik die dingen opgooi. Maar jij bent niet anders gewend dat ze opgegooid worden. Nog even naar het fototoestel. We hebben net foto's gezien. Jij zei, dit zijn de laatste foto's. Er zijn daarna nog andere foto's op het toestel verschenen. Hè? Dat klopt. Vage foto's. Is dit zo'n foto? Ja, dit is een foto. Ja, ik heb natuurlijk geen idee wat we hier precies zien. Maar jij ook niet, denk ik. Nee, daar hebben we ook heel lang over na zitten denken. En ook menig uur naar zitten staren van wat zou hier nou aan de hand zijn? De politie heeft deze foto ook in handen gehad. Die hebben het bewerkt met allerlei fotoprogramma's om te kijken of ze nog dingen op konden lichten. Om te kijken of er iets te zien was. Maar goed, het merendeel, en dat is een beetje de theorie die eruit komt, dat ze geprobeerd hebben om met de flits naar het bladerendak eventueel overkomend vliegverkeer of iets in die richting te signaleren. Als een soort de flits als noodsignaal. Ja. Of als ze iets gehoord hebben misschien om te kijken wat daar zou zijn. Ja. Is er ook een verklaring, vraag ik aan jullie beiden, voor het laatste gedeelte van dit verhaal, dat de menselijke resten van hen beiden gevonden zijn op grote afstand en dat er nog zo weinig van over was? Ik had het met hem voor de uitzending daar al over. Mij verbaast dat helemaal niks. Ik heb talloze zaken meegemaakt waarbij dat ook het geval was. In de jungle gaan dat soort processen enorm snel. Het is er warm, het is er vochtig. Er zijn dieren die bepaalde dingen doen. En toevallig heb ik zeer onlangs nog een boek gelezen over de FARC in Colombia. Die mensen in de jungle gevangen hield, die dan ook soms overleden. En de medegevangenen beschreven daarover dat de stoffelijke overschotten binnen 4, 5 dagen gewoon compleet verdwenen waren. Dus mij verbaast het eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk misschien nog wel uitzonderlijk dat er überhaupt iets teruggevonden is.
En ik denk ook dat de vraag heel veel mensen stellen van waarom is er niet meer gevonden? En ik denk dat je de vraag moet omdraaien van wat we geluk moeten hebben dat er überhaupt iets gevonden is. En ook de resten die gevonden zijn, zijn pure toevalstreffers van locals die daar in de omgeving wonen. Ja. En niet door de zoekacties van de politie. Dus we mogen echt in onze handen knijpen dat we überhaupt iets gevonden hebben. Anders dan hadden we nooit iets geweten. Wat misschien toch nog opmerkelijk is, hè, dat wil ik nog wel zeggen. Ik had zelf ergens nog wel een klein beetje verwacht, misschien gehoopt eigenlijk, dat toen die meiden eenmaal in een situatie waren, dat ze dachten van nou, dit wordt toch wel precair, dit wordt toch wel heel moeilijk, dat ze, ook al hadden ze geen ontvangst, wel in staat waren om op hun telefoon een filmpje van elkaar te maken of een boodschap in te spreken of zo. Ja. Ja, wil je daaraan? Als je daarin, want nou ja, ze hebben daar gezocht met helikopters. Ja. Ik weet zeker, ze hebben in dat gebied gezeten. Ze zijn heel dichtbij geweest met die zoektocht. Ja. Ja. Ik weet ook wel haast wel zeker dat ze helikopters in de verte hebben kunnen horen. Ja, en dan is maar de vraag van, draai je daadwerkelijk die camera om en maak je daarvan een filmpje en zeg je van, nou, dit worden de laatste beelden. Ja. Nou, je bent natuurlijk altijd ook optimistisch. Je denkt altijd dat het wel goed komt. Maar nou ja, dat. Ja, het lijkt moet je sterk voor zijn om zo'n filmpje op te nemen. Ja, als ze die hoop op een gegeven moment kwijt zijn geraakt. Het is natuurlijk een verschrikkelijk treurig einde allemaal. Maar zit er een zekere mate van rust voor jou in dat het op deze manier is afgelopen? En dat daar niet ook nog een heel groot en luguber gewelddadig incident aan vooraf is gegaan? Nou ja, als er ergens een positief puntje uit dit hele verhaal te halen is, dan is het dat ze toch op natuurlijke wijze omgekomen zijn. En, je zou er niet aan moeten denken dat ze ergens in de prostitutie beland zouden zijn, of als mensenhandel terechtgekomen waren. Of, de familie van de vriendin van jouw zus denkt daar iets anders over. Hè? Die hebben zich er nog niet bij neergelegd dat dit het verhaal is. Nee, die gaan daar inderdaad met een andere manier mee om. Ja. Ja, goed, dat is ook een van de redenen waarom we gezegd hebben van we gaan onze eigen weg. En nu is het klaar. En nu is het, hopelijk is het klaar. Dankjewel voor je verhaal.